Iedereen moet zijn werk kunnen doen. Ook de inlichtingendiensten hebben we best begrip voor. En ja, dat betekent dat het aangrijpingspunt van informatie verzamelen, dat zit overal en nergens. Je hebt in Nederland duizenden bedrijven die data transporteren, verzamelen, netwerken, dingen doen. Ja, logisch dat die inlichtingendiensten daar ook iets moeten kunnen. Dat snappen we op zich. Maar ik voel toch dat u toch een nuance wil plaatsen? Nou ja, dat de stap, die wet, hoe die wet is uitgewerkt, is dat direct volledig zeg maar Pandora's doos is opengetrokken. En die bevoegdheden zo zijn opgeschreven en zo onvoorstelbaar ruim zijn gemaakt, dat iedereen denkt, ja, maar dit kan niet waar zijn. Okay, ik geloof ook niet dat het per se waar is. Ik heb dit even moeten opschrijven, hoor, want ik kende het woord nog niet. Maar voordat de AIVD en de MIVD echt de mogelijkheid hebben om alles te kunnen zien, moeten ze een onderzoeksopdracht gerichte interceptie, daar beginnen ze dan aan, hebben ze toestemming nodig van twee toezichthouders. Ja, dat verhaal van de toezicht is dat de diensten klagen over alle red tape en alle toezicht. Maar als je feitelijk kijkt hoe toezicht in de wet is geregeld, en daar kan Christian het een en ander over zeggen, daar hebben maar liefst drie rechtscolleges van gezegd van ja, dat deugt niet. En zelfs de eigen commissie toezicht heeft gezegd dat toezicht, als je zulke ruime bevoegdheden geeft aan de diensten, ja, dan moet er een degelijk en sluitend toezicht tegenover staan dat het niet uit de hand loopt onder, laten we zeggen, regimes die, of kabinetten die wat minder vriendelijk zijn naar de samenleving. Ja, Michiel heeft gelijk. Het is een beetje een schijntoezicht dat er wordt gecreëerd. En de Raad van State, dat is het orgaan dat onze wetgever adviseert over wetgeving, heeft ook gezegd, ja, die extra toezichtinstantie, dus vinden we eigenlijk helemaal niks. Want wij vrezen dat in de praktijk uiteindelijk, ondanks het feit dat er een extra toezichthouder wordt gecreëerd, ja, er niks van terecht zal gaan komen. Dus je creëert een extra instantie die niet de data zelf mag beoordelen en bekijken. Dus die kijkt alleen maar eigenlijk naar de vraag of het een rechtmatig bevel is dat, dat men wil gaan geven. Wat een wezenlijke vraag is, want als ik het goed begrijp, dan mag de inlichtingendienst niet met een kanon op een muis schieten. Nee, dat zouden ze in de praktijk niet mogen. Dat is ook in het regeerakkoord opgenomen. We gaan niet willekeurig dit middel inzetten. Ik denk dat het toverwoord is. Nee, maar dat kan wel. Willekeur dus mag niet. Nou ja, dat is natuurlijk in de praktijk zal dat waarschijnlijk gaan gebeuren. De vraag die je in dit soort gevallen altijd moet stellen, is het noodzakelijk? En dat is in de praktijk een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. En voor een inlichtingendienst zal het noodzakelijk zijn om zoveel mogelijk data te verzamelen en die zo lang mogelijk te bewaren. Want we hebben gezien dat ISIS al 3 jaar geleden contacten had gehad voordat ze de aanslagen in de Bataclan pleegden en dat soort argumenten. Maar ja, dat geldt natuurlijk niet voor iedere situatie waarin je dit enorme middel wil inzetten. Maar die vraag moet gesteld worden en die moet ook getoetst worden, toch? Ja, en daar wringt nou precies de schoen. Die vraag die kan maar slechts zeer